Tweede paasdag was het weer zover. Familie van Genuchten hield open dag om het publiek het reilen en zeilen op de boerderij te laten zien. Nog even genieten de koeien van de warme winterstal. Compleet met een regelmatige massage. Wachtend op het spannende tijdstip van 12 uur kon het publiek genieten van een hapje en een drankje. Onderwijl werden de kinderen bezig gehouden met allerlei spelletjes. Met als hoogtepunt de koeien die weer de wei in mochten. Het was een bijzonder druk en gezellig evenement. Er stonden zelfs files in Nederwetten. En daar komen ze dan. Eerst nog aarzelend wennen aan de vreemde ondergrond en dan dansend en springend de groene weide tegemoet. Lang leven de nieuwe lente. Is er een speciale reden dat de koeien vandaag naar buiten gaan? De reden is dat we vandaag open dag hebben. En het speciale aan die open dag was dat we de koeien buiten zouden laten. Dus... Ja, oké, okay, maar heeft dat te maken met voldoende gras en dat soort zaken en temperatuur? We willen de mensen laten zien hoe de koeien voor de eerste keer buiten komen. Dat is eigenlijk de insteek van het verhaal. Heeft dat voor de koeien nog gevolgen voor de kwaliteit van de melk, terwijl ze nu zo rondspringen? Nee, heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van de melk. Okay. Helemaal niet. Misschien alleen maar beter zelfs. Vanavond zullen ze misschien een paar liter melk minder geven. Maar die hebben ze morgen weer in het uier. Dus wat dat betreft valt dat wel mee. Maar dat ze nu gras eten, dat geeft wel gevolgen voor de smaak, hè? Over een aantal dagen is de kwaliteit van de melk anders, omdat ze dus een deel gras bij eten, ja. Is dat beter dan de kwaliteit? Ja, de koeien zijn daardoor gezonder en dan wordt de melk ook beter natuurlijk.